Vandaag wil ik jullie de AC7020 USB-C naar HDMI 4K 60 Hz adapter met PD-pasvoet laten zien. Met de AC7020 USB-C naar HDMI converter sluit je een HDMI scherm of beamer aan op een laptop. De converter ondersteunt een maximale resolutie van 4K bij 60 Hz. De AC7020 is ook uitgerust met een Power Delivery Passwood Poort voor het laden van je laptop. We gaan de AC7020 aansluiten op een monitor via een HDMI-kabel. En optioneel sluiten we er ook nog een USB-C lader op aan, zodat de laptop die een USB-C power ondersteuning heeft ook opgeladen wordt. We beginnen eerst met de HDMI-aansluiting. Die sluiten we aan op de AC7020. En de andere uiteinde sluiten we aan op de monitor. Dan kun je al de AC7020 al aansluiten op de laptop. Op dat moment heb je al een functie voor een externe monitor, kun je al gebruiken. Zoals bij deze laptop, die heeft ook het laden via USB-C poort. En om te voorkomen dat je al je USB-C poorten gebruikt, heeft deze een PD-passvoet poort. En daar kun je dus een USB-C lader op aansluiten. En dan wordt dus eigenlijk via de USB-C lader wordt via de AC7020 de laptop gevoed. Wil je weten of je laptop of PC DP-Alt mode ondersteunt? Kijk dan of het DP-Alt mode logo bij de USB-C poort staat. Niet alle fabrikanten zetten het logo bij de poort. Staat er geen logo bij de poort, kijk dan in de handleiding van je apparaat om te zien of deze DP-Alt mode ondersteunt. Wat zit er in de doos? De AC7020 en de benodigde documentatie. Voor meer informatie over dit product kijk op onze website www.act-connectivity.com.